Hoi allemaal, daar ben ik weer, juf Manouk. En vandaag gaan we bezig met racket spelen. Maar om te beginnen heb je alleen een ballon nodig. We laten het racket nog even weg en we gaan proberen de ballon met onze handen elke keer omhoog te tikken. En hij mag niet op de grond komen. Is dit nou 10 keertjes gelukt, dan gaat het echt wel super goed. Dan kunnen we thuis op zoek naar een racket. En ik heb hier een tennisracket, maar misschien heb jij wel een racket van beachtennis. Maakt niet uit, pak het erbij, dan gaan we daarmee aan de slag. Je zorgt ervoor dat je het racket naar voren doet en je geeft het racket een hand. Dus ik geef het racket een hand, draai hem om en dan ga ik proberen de ballon met het racket omhoog te tikken. Kijk eens aan, hij gaat elke keer omhoog en ik zorg ervoor dat hij niet op de grond valt. Dus ik moet ook lekker meebewegen. Stel je nou voor dat je echt geen racket in huis hebt. Niks aan de hand. Dan zoek je even een krant of een tijdschrift. En dat rol je op. Oh, dat rol je op. Totdat we een mooi stokje hebben. Zien we dat? Dit is een stuk moeilijker, want het is veel kleiner dan het racket. Dan gaan we de ballon weer proberen hoog te houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, is dit nou ook gelukt? Kan je altijd vragen of je broertje, zusje, kindjes uit de buurt misschien met jou willen overspelen of misschien wel papa en mama. Dan ga ik met z'n tweeën doen. Ik wens je heel veel succes. Speel jij met me mee?